kijkers van dit kanaal. Mijn naam is natuurlijk Jochem. En tof dat jullie allemaal weer kijken naar deze gloednieuwe Wie is de Mol video hier op dit kanaal van Wie is de Mol 2024. In deze video ga ik aflevering 3 bespreken van dit seizoen. Want die was natuurlijk gisteren op tv te zien. En ja, ik heb er zelfs altijd weer enorm veel zin in. Welkom bij deze nieuwe video. Ik heb hier zelfs altijd ook weer mijn molboekje. Het molboekje van 2024 dus. En hierin staan ook weer de hints en theorieën voor deze aflevering. De titel van aflevering 3 was Vragenvuur. En deze titel komt mij wel een beetje bekend voor. Als ik dan eventjes hier zo heen ga en dan eventjes het molboekje van 2020 pak, het jubileumseizoen. Dan zijn we hier bij aflevering 2. En hij heet opdracht 3, heet ook Vragenvuur. Het is dezelfde naam. En wie was dit seizoen de mol? Dat was Jeroen. Zou dat dan betekenen dat dit seizoen de mol ook dezelfde naam is? En dat dus Jeroen de mol is van dit seizoen? Het zou zomaar kunnen. Dan gaan we naar opdracht 1. En opdracht 1 heette de violen stemmen. Ze konden 2000 euro verdienen en daarvan hebben ze 400 euro verdiend. In deze opdracht konden ze ervoor kiezen om 200 euro uit te geven. Dan zou een nummer spelen. Zouden ze de naam van het nummer moeten raden en nog een extra vraag. En als ze dan die twee vragen goed zouden hebben, dan zouden ze daar dus meer geld mee verdienen. Deze opdracht is een best wel muzikale opdracht. En wie uit deze groep is natuurlijk een muzikant? Dat is natuurlijk Rosario. Dus misschien een kleine hint naar het beroep van de mol. In Moltak liet ze zien wie nou een goed en fout antwoord had gegeven. Waar Jeroen bovenaan staat met 4 goede antwoorden en 2 foute antwoorden. En onderaan Kees met 3 foute antwoorden en geen goede antwoorden. Voor de rest had Anna 2 vragen goed en 3 fout. Fons had er 2 goed en 1 fout. Rian en Justin hadden allebei 1 vraag goed en 1 vraag fout. En Rosario en Tooske hadden allebei 1 vraag goed en 2 fout. Wat ook wel opviel was dat Rian niet echt meedeed. Ze was heel erg niet met de opdracht bezig. Of tenminste, dat zagen wij niet in de aflevering. Ik vond hetzelfde ook een beetje met Rosario. Voor het feit dat hij muzikant is, zou hij misschien wel iets meer moeten weten van muziek. En wat wij op een gegeven moment ook nog zagen was dat Fons een goed antwoord gaf. Maar vervolgens de rest van de groep stemde op een ander antwoord. En toen kozen ze voor dat antwoord. En dat bleek toen dus fout te zijn. Terwijl dat antwoord van Fons wel goed was. Dus dat vind ik dan wel weer een beetje een kandidatenactie van Fons. Dat hij een goed antwoord geeft. Uiteindelijk hebben ze dus 1600 euro verdiend met deze opdracht. Maar er ging dus nog 1200 euro uit de pot. Omdat ze natuurlijk die nummertjes hadden gekocht. Waardoor er 400 overblijft. En uiteindelijk dus 400 euro verdiend met opdracht 1. Dan gaan we door naar opdracht 2. En opdracht 2 heette Stad en Land afgelopen. Ze konden met deze opdracht 2000 euro verdienen. En daarvan hebben ze niks verdiend. Wat mij meteen al opviel in de aflevering is dat Kees. En dat zie je ook heel duidelijk in de biecht. Kees laat weten dat hij echt een topo freak is. En topo betekent natuurlijk mol. Geeft Kees hiermee aan dat hij de mol is. Voor de rest was deze opdracht weer heel chaotisch. Ik snapte er eerst ook helemaal niks van. De kandidaten moesten in duo's naar een locatie toe. Ze hadden een map en een portofoon. En daar waren de verschillende locaties verspreid over de plek waar ze waren. Daar stond een vraag en 2 enveloppen met namen erop. Daar moesten dan die 2 kandidaten naartoe. Die mochten dan hun envelop openen waar dan de antwoorden in zaten. Dan moesten ze het goede antwoord kiezen. En dan moesten ze dat onthouden en ook de plek waar ze waren. En dan moesten ze dat aan het einde op het bord invullen. En dan had je een woord wat het woord toekomst was. En zo konden ze dus geld verdienen. Ja, best wel veel onthouwwerk ook. Best wel chaotisch. Porttelefoon natuurlijk werkt niet altijd in een groep. Dus dit ging helemaal fout. Er waren een paar kandidaten die uiteindelijk ervoor kozen om zonder portofoon en zonder kaart een kant op te lopen. Wat naar mijn mening niet heel slim is. Maar volgens mij ging het wel goed. Dat was Rosario. Tooske heeft dat ook gedaan. En volgens mij bij Tooske was het zelfs nog zo dat ze echt al 10 minuten aan het zoeken was. En dat ze het gewoon niet kon vinden. Dat is best wel lang. Best wel veel tijd verspeeld. Ook was het bij Tooske zo dat ze op zoek was naar een tafeltje met de vraag. En toen op een gegeven moment kwam Fons. En toen zag ze het in één keer. Want misschien dacht ze als mol van: ik ben hier gewoon lekker tijd aan het rekken. Alleen er komt iemand naar mij toe. En die betrapt mij hierop. Dus ik moet het wel zien. Want als ik het nu niet zie, dat is nog verdachter. Dus dat was wel een sussie. En uiteindelijk bij het bord aangekomen waren daar 4 kandidaten. Dat waren Jeroen, Kees, Rian en Rosario. Waarvan Kees en Jeroen de antwoorden gingen invullen. En Rosario en Rian die stonden er een beetje bij niks te doen. Een beetje te kijken. Terwijl Kees en Jeroen eigenlijk niet snapten wat ze aan het doen waren. En dan zegt vervolgens Rian aan het einde van de opdracht. Wanneer dus Rick komt en zegt dat ze niks hebben verdiend. Zegt ze in één keer dat ze het allemaal op haar blaadje had staan. Dat vind ik best wel raar. Van
waarom zei je het dan niet toen je erbij stond? Dat is zeker opvallend. En ja, wat Jeroen en Kees daar aan het doen zijn, ja, dat slaat nergens op. Dat is dus niet de opdracht. Maar hun snapte er dus ook niks van. Uiteindelijk dus 0 euro verdiend met deze opdracht. Toen kwam natuurlijk de test en de eliminatie. Of tenminste, alleen de test. En dan heb ik hier natuurlijk zoals altijd weer het grote verdenkschema waar ik weer heb opgeschreven wie verdacht bij de test. Anna zat op Fons, Tooske en Jeroen. Fons zat op Anna, Rian en Tooske. Jeroen zat op Tooske en Fons. Justin geeft aan dat hij op een vrouw zit. Van Kees zagen we niks. Rian zat op Tooske en Kees. Rosario zagen we niks van. En Tooske zat op Kees, Rian en Jeroen. Toen werd er natuurlijk duidelijk dat er nog 5 vragen waren van een opdracht die ze nog niet gespeeld hebben. En dat zou dus in de toekomst gebeuren. Dus ze moesten die vraag al eerder invullen en konden ze dus later in de toekomst die vragen beïnvloeden. Is iets wat ze vorig jaar ook al gedaan hebben, dus dat vond ik wel een beetje jammer. Het heeft natuurlijk wel veel te maken met het thema van dit seizoen over de toekomst en zo. Alleen ze hebben dit letterlijk vorig jaar ook gedaan, dus dat vond ik wel een beetje jammer dat het weer hetzelfde was. Dus na de test kwam opdracht 3 en opdracht 3 heette ermee worstelen. Ze konden 2025 euro verdienen met deze opdracht en daarvan hebben ze 75 euro verdiend. 4 kandidaten gingen naar binnen de worstelshow bekijken. Die moesten daar selfies maken met een worstelaar. Daar mocht er maar eentje op staan. En die moesten dan doorsturen naar het duo in de control room. Wat wel belangrijk was, was dat de kandidaten die een selfie maakten, die moesten alle 4 een goede foto inleveren. Dus echt een foto waar maar 1 worstelaar op stond en dus ook wat een selfie was, dus waar ze zelf op stonden. Als daar iets fout mee was, dus dat er bijvoorbeeld 2 worstelaars op stonden, dan zou dat hele setje niet meer meetellen. Dan had je nog het duo in de stad, die moesten met locals praten en moesten zij erachter komen welke worstelaars er in de arena bezig waren. En die moesten dan natekenen en daar een foto van maken die ook doorstuurden naar de control room. Dan moesten de 2 kandidaten in de control room moesten dus die getekende foto en de selfie naast elkaar leggen. En als dat dan zou kloppen, hetzelfde zou zijn, dan zouden ze daar dus geld mee verdienen. 1 vraag op de test was of de mol de kaartjes had aangenomen van Rick. Dus de kaartjes om de show te bekijken. En toen zag je meteen dat Kees en Fons die wilden de kaartjes pakken, waarvan Kees ze uiteindelijk gepakt heeft. En dit kan natuurlijk een kandidaatactie zijn. Als je als kandidaat hebt ingevuld op de vraag de mol heeft ze niet aangepakt en je zorgt ervoor dat jij zelf de kaartjes pakt als kandidaat, dan weet je dat je die vraag 100% goed hebt. Dus dat vond ik wel iets interessants. Wat dus eigenlijk laat zien dat Kees en Fons dus eigenlijk een kandidaatactie doen. Vervolgens tijdens de show zijn de kandidaten foto's aan het maken. En dan zegt Rosario tegen Kees dat hij maar 1 foto door mag sturen. Dat je alleen de mooiste foto mag doorsturen. De beste foto. En vervolgens laat Rosario wel zien dat hij echt heel veel foto's doorstuurt. Ook verkeerde foto's waar wel gewoon 2 worstelaars op staan. Dus hij zegt wel van Dit is wel goed zo, maar dan vervolgens doet hij het niet goed. Dus hij zegt tegen Kees wel, het moet zo, dit is goed. Maar dan doet hij het vervolgens zelf niet goed. Ja, bij Rosario zie je echt duidelijk in beeld dat hij gewoon niet goede foto's doorstuurt. Echt een duidelijke, ja, molactie. Maar misschien snapte hij ook niet de opdracht. En wist hij dat dus echt niet. Het wordt te duidelijk in beeld laten zien. Waardoor ik eigenlijk meteen weer denk van, dan is hij dus niet de mol. Ook is er nog een selfie te zien van Tooske waar op de achtergrond het lijkt alsof een mol staat. Er staat ook daadwerkelijk mol. Dus misschien dat dit wel een sneaky hint is van de mol. Dat zij letterlijk op de foto staat met het woordje mol. Want zij is de mol. Uiteindelijk maar 1 foto goed wat 75 euro opleverde. Toen kwam natuurlijk de eliminatie en zagen wij dat Justin een rood scherm kreeg als eerste meteen. Ja, toch altijd als er een eliminatie is en iemand krijgt een scherm te zien, altijd die eerste denk ik van, er gaat een moment in het seizoen zijn dat de eerste meteen rood is. En echt elke aflevering heb ik dat gevoel nu. En nu was het dus ook echt waar. Justin kreeg meteen een rood scherm. En Justin is dus niet de mol. Aan het einde van aflevering 3 staat de pot op 8575 euro. En wat mij dan ook nog opviel, aan het einde van de aflevering zie je natuurlijk altijd een klein voorproefje van de volgende aflevering. En zien wij dus daadwerkelijk dat er iets gaat gebeuren met die topo's die de afvallers gekregen hebben. Wij zien daadwerkelijk dat Jeroen 1 van de 3 kistjes opent. En het zijn hele grote kistjes. Volgens mij zitten daar gewoon de 3 afvallers in. En komt er dus weer iemand terug in het spel. Dat moet bijna wel. Want je ziet daarna ook de reactie van de kandidaten die geschrokken zijn. Wijd open maken, wijd open.
het moet bijna wel zo zijn dat daar dus een afvaller in zit. En dat er dus weer iemand terug het spel in komt. Ik ben heel erg benieuwd naar aflevering 4. Dan was dat hem alweer voor het molboekje voor deze aflevering. En laten we dan nog eventjes lekker snel kijken naar de Wie is de Mol app. Maar voordat wij dat gaan doen trouwens, is er ook nog een hint in de app. Want na aflevering 3 was er eventjes kort in de app te zien dat Kees op 100% stond en de rest van de kandidaat op 0%. Zou dit een fout zijn van de app? Dat de app niet goed werkte en dat Kees is dus uiteindelijk de mol. Dus hij is uiteindelijk die laatste 100% die dus overblijft. Zou dit betekenen dat hij de mol is? Nou is het dus wel zo dat de andere kandidaten niet grijs waren, dus niet afgevallen zijn. Terwijl als een kandidaat afvalt, wordt die wel grijs. Maar waarom was Kees 100%? En wat betekent dit? Betekent dit echt dat hij de mol is? Nou moet ik wel zeggen dat de laatste jaren, als er echt een fout in de app zit, dan blijkt dat meestal ook wel waar te zijn. Want ik weet nog dat vorig jaar toen in de app te zien was dat Zoe zou afvallen, dat hij geen mol was. En toen de aflevering daarna, tenminste later, viel hij ook daadwerkelijk af. Hij was dus echt niet de mol. Dus dit is wel een interessante hint. Maar of het 100% weten dat Kees de mol is, dat weet ik echt niet zeker. Dat durf ik echt niet te zeggen. We kunnen dit natuurlijk wel onthouden. Jullie kunnen hier zo naast mij natuurlijk weer mijn scherpje zien. En zien jullie ook dat ik een groen scherpje heb gekregen. En dat betekent dat mijn punten ook verdubbeld zijn. Gaan we als eerst even naar het verdenkspel. Ja, ik vind Kees nog steeds heel verdacht. En ik vind het ook een beetje niet heel fijn. Omdat ik ook kan bedenken dat voordat het seizoen begon en ze de mol kozen, dat de makers dachten van Kees, dat is echt een bekend figuur. Iedereen kent Kees van de Spek. En meestal als er echt een bekend figuur in zit, echt een favoriet van het seizoen, dan zie je meestal ook wel dat de meerderheid op die kandidaat zit. Ook al is die niet verdacht. Als makers kun je daar natuurlijk rekening mee houden. En dan zouden ze misschien eerder kunnen denken van we kiezen niet Kees. Omdat dan heel veel mensen al meteen op Kees zitten. En dat willen we niet. Want we willen dat de mol zo laag mogelijk blijft. Maar ik vind dat Kees tot nu toe echt op sleutelpositie staat. Echt verdachte acties doet. Dat ik wel op Kees moet inzetten. Ja, en eigenlijk ga ik dan weer hetzelfde doen als de vorige aflevering. De rest ga ik op Jeroen zetten. Wat ik de vorige aflevering ook mee zei. Jeroen is iemand waar ik aan het begin op zat. En daar blijf ik nu ook gewoon nog lekker op. Tot het moment dat hij of afvalt of ik een beter idee heb wie de mol is. Dus het wordt weer Jeroen en Kees. Dan zijn we hier natuurlijk weer in mijn Wie is de Mol pool. Waarvan het linkje zoals altijd in de beschrijving staat. Join hem natuurlijk zeker. Zit al 25 mensen in. Dat is echt heel veel. Dus join lekker zeker. Het linkje staat dus in de beschrijving. Dan zijn we hier nog eventjes bij mijn tijdlijn. En zien jullie dus dat ik voor aflevering 3 had ingezet op Jeroen en Kees. En de testvraag van aflevering 2 was: bij welke groep hoorde de mol tijdens de opdracht met het klimparcours en het dakterras? Daar heb ik ingevuld degene die dat niet zien zitten. De andere optie was natuurlijk de klimmers. Maar ik heb speciaal voor deze gekozen omdat Kees en Jeroen, degene waar ik ook op had ingezet, die zaten allebei op het dakterras. Dus dit lijkt mij de beste keuze. Je kon ook natuurlijk de andere kiezen, want daar zaten wel meer kandidaten. Dus dan de kans dat je het goed had was wel groter. Maar ik heb toch voor deze gekozen. Dan hebben we hier natuurlijk nog eventjes de landelijke statistieken. En staat Anna bovenaan met 21%. Daarna Kees met 20%. Daarna Rian met 16%. Daarna Jeroen met 15%. Dan Fons met 12%. Daarna Tooske met 11%. En onderaan Rosario met 6%. Dan was dat alweer alles voor de Wie is de Mol app. En ook alles voor deze Wie is de Mol hints en theorieën video van aflevering 3. Ik hoop dat jullie deze video van aflevering 3 van Wie is de Mol 2024 weer leuk vonden. Dan kunnen jullie hem natuurlijk belonen met een lekker blauw ruimpje. Abonneer natuurlijk voor meer en ik ben echt heel erg benieuwd naar aflevering 4. Want ik weet het wel zeker dat er een kandidaat terug gaat komen. Dat moet wel. Het gaat echt een vette aflevering worden, denk ik. Ik ben sowieso weer hyped, zoals altijd. Laat natuurlijk zeker in de comments achter wie jij denkt dat de mol is van dit seizoen. En wat jij van deze aflevering vond. Mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later, mensen.